Hij moet zijn cola hebben. Zie, kijk naar hem. Hij moet zijn cola hebben. That's the final win. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario The Thousand Year Door. Ik ben er weer. Trainer Stevie terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij een beetje het eiland onderzocht en zijn we erachter gekomen waar dat Barbary en anderen waren. En was er iemand over een computerscherm aan het praten, iets in die trend, weet ik van waar dat over ging. En moeten we dus heel even kijken of we de kolen kunnen vinden. Dat is natuurlijk heel erg fijn om dat te weten. Nou, oké, dan hartstikke. Ik moet wel zeggen wat ik eigenlijk heel erg jammer vind in dit spel. Dan is het van, in chapter 4 hebben we dus heel erg veel back and forth gehad. Dat je dus constant op en neer moest gaan lopen voor die storyline. En natuurlijk respawnen die vijanden weer. En natuurlijk moet je dan weer wat meer battelen. Maar ik had er toch wel gehoopt dat er iets meer vloeren zijn. Nou is het backtracken gelukkig bij deze iets minder. Ik serieus, dat was gewoon echt één fuzzy en die heb ik gewoon gekild door gewoon één keer op hem te spreken. Maar ja, ik vind het nog steeds jammer dat je zoveel moet backtracken. Maar daar wil ik het eigenlijk een beetje bij laten. In ieder geval, laten we eens even rondgevragen of iemand de Chocola Cola heeft gezien. Ah, you are still alive. Well, we have some fortune left. Such relief for Flavio. I thought some jungle beast was snacking on you. Well, everyone is accounted for. Now wait, one moment. Am I wrong or are we still one man short? That's right! Barbary sacrificed himself to save us from the ghosts! Please! We must go get him back and help him! What lunacy burst forth from your mouth? That Meryl lives? That's fortitude! Mario, front and center, I entrust you with the mission to save my dear or our dear Admiral. What is that you say? Chocola Cola? Well, why would I have that? But yes, by the way, Flavi is merely curious. What do you need it for? What now? The Admiral may soon perish and he wants to drink it as his last wish? Ah, so what are we dealing here is sort of a last request, am I correct? Well, Flavio has no choice. I found it on the beach, but for this noble cause, I yield. However, Dilek, this Chocola Cola is part of our supplies, which we need to survive. So I will need you to find something to eat to replace this. On this, I do not budge. Yes. I am sure there is something on the island that would be suitable replacement. Nou, weten jullie nog die kokosnoten die we hebben gevonden in part gisteren? Of part wanneer dat deze video geüpload is? Vorige part bedoel ik dan. Die kokosnoten zou je dan nou terug moeten gaan lopen om nou die kokosnoten te kunnen halen. Maar helaas, wij hebben ze al. Haha, ik zeg nee tegen jou, backtracking. Nou, je krijgt dus heel je items te zien en je kunt dus een coconut geven. Maar je kunt dus ook een spite of een mushroom. Maar hij accepteert alleen maar de kokosnoot. Aha, a coconut it is not. Well, that is island fare, but somewhat cliché. Oh well, perhaps I have set my hopes too high for a foreign non-government such as you, blah blah blah. Geef hem de cola, dankjewel, graag gedaan. Ik ben klaar met hem! Met zijn geleuter. Wat een blaaskaak. In ieder geval, ik wil heel eventjes naar de shop toe, want ik heb heel veel items ondertussen. En er zijn heel veel items die ik zeker nooit zal gaan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de Spite Patch. Briefly does half damage to all foes who attack directly. Nee, die zal ik nooit gebruiken. Krijg er toch 7 coins voor. De incubon, die zetten we dadelijk heel eventjes in storage. Deze hebben we praktisch eentje weggegooid, omdat ik zal hem nooit gebruiken. Oh, heel erg grappig trouwens, de Whack-a-Bump. 50 krijg je ervoor. Maar we willen ook eventjes de Courage Cell eventjes weggooien. Ik kan er beter maar coins voor krijgen. En de Mushrooms, Golden Leaf, dat geeft toch weer 10 FP. Bullshit, kan handig zijn. Ik denk dat ik deze eventjes erin laat. Maar ik wil ook nog heel eventjes wat in storage even gooien. Dus sowieso de incoupon. De coconut. Die kunnen we heel nou niet echt gebruiken. En de slow shroom, thunderage, wakkerbump. Ja, want we gaan even een nieuwe pakken. Wakkerbump, zoals ik al zei, zijn extreem overpowered. En kun je dus heel makkelijk krijgen. Want ik ga er nou nog eentje halen.
Wacko, I'm Wacko. We've got some good weather today, right? Right? Makes me feel like nothing bad could happen a day like today. Wackadoo! Shut it! Wacko, don't hit me! En we hebben weer een wakkerbump. Yay! Ik ben gemeen, ik weet het. Nou, ondertussen dat we dus die wakkerbump weer hebben, moeten we weer terug naar Barbary lopen. Omdat Barbary, die wil zijn cola hebben. En we hebben de cola gekregen, dus waarom ook niet? Fuzzies! Eindelijk! Hallo! Hier heb je het Chocola Cola. Dat is Stephen Boyer. You! You've brought it! This glorious flavor, dear boy, it awakens the mouth. So, she was generous enough to deliver me this last grace, eh? I have nothing left in the world now. Thank you for granting my last wish. Now I shall be reunited with my dear Scarlet. Farewell, Captain Mario. Barbary. Ik vind dat zo mooi, hoe dat de muziek ook echt zo wegplinkelt van... Hey, Mario, do you think maybe Barbary's just sleeping really heavily? You know what? He is! And I was so depressed. I feel sad now. Wake him and wake him up! What? Yobbity! Hunter! Pirates! Where are those pirates? The Admiral, he's not quite with it yet, I don't think. What now? Oh, Mario, old boy, it's you! You have adventures in the afterlife as well? Capital! Admiral Barbary, you're still alive, sir. Yes, well, really? This isn't a tropical paradise for fallen sailors? Oh, right. Now I recall, Mario, old boy, we still have work to do. You better take me with you. I should say. I'm sure my Shalax and explosive personality will be rather useful, eh? And Barbary joined onze party. Yay! Now Bobby. Ik noem hem gewoon Bobby. Bobby gave dus een hele leuke attack in the field. We kunnen dus hem nu als bom gebruiken. En daardoor kunnen we dus cracked walls openblazen. Daarmee kan hij ook aanvallen. In battle. Die ik zeker wil laten zien. Het enige nadeel is, we kunnen hem helaas dus nog niet in onze party hebben. Daar baal ik eigenlijk best wel van. Dus, nou, we kunnen dan hier eventjes weer vooruit lopen. Ik zou wel eventjes kunnen reviven en alles. Maar er zit hier een secret to everybody als we hier naartoe lopen. Namelijk, large stone blocks away. It seems to be carved with the shape of a skull. There is a space in the hall of the eye where you can safely place something. Kortom, we moeten weer terug naar Flavio, want die heeft zo'n steen. Dus ik ga wel eventjes backtracken. Yay. Nou, om dus heel even een beeld te laten zien wat Barbary eigenlijk kan. Die kan bomsquad doen. Die gooit dan 3 bommetjes en die zullen dan 1 beurt later... Dankjewel voor die bom even die steen te gooien. Ik ben aan het uitleggen, verdorie! Die zullen dan 1 beurt later ontploffen. Maar hij kan dus ook een explosieve bomkracht geven. Net zoals in, Paper Mario van Nintendo 64. Daar had je ook een, Ze moeten hem wel hebben, Germ! Nou ja, hij is electrifying. Het enige nadeel is, met Mario kunnen we niet echt veel doen... Dus ja, daar doe ik gewoon maar Sweet Treat mee. Want ja, we kunnen nog steeds niet op Spike voorwerpen springen. Nee. Er is een manier om dat wel te kunnen doen, maar nu nog helaas niet. In ieder geval, ja, we hebben fusies al verslagen, dus ik zie jullie weer in de school. Sorry, maar dit spel dat laat me gewoon te vaak op en neer lopen. Geef me weer zo'n pump. We moeten praten, gast. Ah, it's Barbary. Oh. Ah, it's Barbary. Welcome back to you. Do you know how worried we were? My stomach has been most upset. Hopelijk van die kokosnoot. Must worry about everyone here. But no worries for Flavio. No one. Do you know how hard it is for me to sit here and be safe and worry so much? I do not know what's out there waiting to lurch and snack upon me. We do not even know to get home. What is the sake of the blue prize? But no more yelling. Now is the time to pull together and work as a team. Flavio, old boy.
I must say, you talk rather too much. Inderdaad, Bobby, ik ben het er helemaal mee eens. Such insolence. I crawl at you at an angry jungle beast. I ought to. So in any case, Mario, about the crystal star you spoke of earlier. There was a rather odd rock in the far east of the jungle with a skull carved into it. Yup. Call it an old seed bomb's intuition, but that skull rock smells suspicious. Hey, Bobbery, you want to know what really smells suspicious? Flavio's armpit. Oh, it smells like low tide. War! But seriously, you may be onto something with that skull rock. I say that's where the treasure is. Well, anyone could figure out that one out, you mentinous joker. I mean, how obvious. I was already saying in my head that the treasure is certainly behind that rock. And as such, I will continue the noble duty of protecting this camp from invasion. Captain Mario, carry on. I'm sorry to make so many requests, but, you know. Flario, you old cash grubber. If you want treasure, why don't you get it yourself? Oh, well, yes, Admiral, you see, I... Yeah? Well, yes, you have a point. Let us decide this fair and square, shall we? Listen to me, everyone. Who thinks I should go along to investigate Skull Rock? Oh, heck yeah. Yeah, take it, please. Off with you, fun jerk. There you have it, Flavio. There you have it, Flavio. Fair and square. Hey, what? No, not fair. Flavion hates you all. En Flavio, die zal ons dus heel eventjes joinen. Waardoor dat we weer dus helemaal terug moeten lopen richting de Skull Rock. Ik zie jullie in een seconde. Oh! Oké, daar lag blijkbaar een Star Piece. Oké. Ik weet niet hoe ik die deeltijd heb gemist, maar goed. Oh, arme Livion! Nee. Oh. Nou, uiteindelijk zijn we hier aangekomen. Joepie. Ah, now what's all this? A dead end. Taunting Flavio with a dead endness. But is this? I think this is the skull rock Bobbery blabbered about. Well, it possibly reeks of ancient secrets, yes? Let us plunge into this puzzle. Nou, ja, er moet daar dus een ding in. Mario, old boy! I've got a gut feeling that Flavio's gem might fit in that eye hole. Hey, gast. Gem, nu. Skull Captain Guesses Gate, Red you will search by the place, la 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 la, ik heb geen zin in dat stomme nummer van jou. I'm just saying to while away the time. It's not like Flavio is scared or anything. But do you know something? I never have been able to know that song's meaning. What is it you ask of me? You want Flavio to lend you something? Is this correct? Now what could it possibly have? What could I possibly have that you would need with such anxiousness? Nou, waarschijnlijk heb jij nog een choco... Nee, wij willen gewoon Skull Gem. What? You want me to lend the Skull Gem? You really, really need it? This is the heirloom of the House of Flavio, you know? But I suppose it's alright, because I am Flavio, he of such ludicrous wealth. I'm just lending it, though. Do not dare to run off with it. Do not make me dark pay. Serieus, wat wil hij doen? Op ons zitten? Germ, liefjong. Oké, nou zijn die dingen gaan op. Nou, hij zong dus al de hele tijd over dat stomme nummer van hem. En dan zegt hij dat je 3 keer op rood moet springen. 1, 2, 3. En 4 keer tegen blauw moet slaan. Oeh. Bobbery, ga jij naar binnen eens even kijken? Explosions! Oh, hij gaat hem opblazen! Oh, such excitement! The cave entrance! What? My skull gem! Mario!
Mario! What were you thinking? The gem was part of the House of Flavio! Zeur niet, daar heb je hem alweer terug. Phew! Oh, what a happy day. I have my skull gem back. My jolliness has no end. Now then, I'm sure you're all disappointed, but Flavio must be heading back now. I cannot let those back at camp worry about me further. You two understand? Yes? So, let me know when you find that glittery treasure, alright? Hopelijk word je opgefroten door zo'n piranha plant. Stinkert. You scallywag. Nou, in ieder geval de deur is open, dus we kunnen eindelijk naar nieuw terrein. Dag 9. Scuffing at danger, my brave explorers entered the cave. Will they actually find the Pirate King treasure? I tremble with anticipation. Oké. Wij gaan gewoon niet zoeken. Waarom ook niet? Volgens mij heeft hij een letter van het alfabet geleerd of zo. Ik bedoel, serieus, waar zou het anders op kunnen slaan? Ik bedoel, hij heeft één letter gevonden. Yes! Hé, hey, vlammetje, daar springen we op. Al is dit ook weer een ander kleur vlammetje. Dit is namelijk de rode vlam. En de rode vlam die heeft een different HP. Maar aangezien dat we de peekaboo badge hebben, kunnen we het gewoon zien. Maar eigenlijk wil ik hem wel taddelen. Weet je wat, we gaan hem gewoon taddelen. Swap partner, Goombella. We gaan gewoon taddelen. Een lava bubble, de flame spirit. Deze heeft 6 HP en attack is 4. Dus die heeft iets minder HP geloof ik. Maar nee, die heeft veel HP, maar attack is 4 in ieder geval. Misschien anders als Ember, maar voor de rest is het precies hetzelfde. Dus het is van vuur, bla bla bla. Daar hebben we speciale badge voor. Yay, ik neem in de damage. En this is what I do, I jump on you. Jump on you, jump on you. This is what I do, I jump on you. Right on your head. This is what I do, this is what I do. Oké, we hebben in ieder geval star points. Sorry, moest eventjes. Leuk nummertje. Ik heb liever koeps. Ik bedoel, Barbary is wel handig, maar die is nog niet gepower-upped. En dat kan nogal vervelend zijn. In ieder geval, als we hier gaan staan, willen we hier bovenop springen. Heel voorzichtig. En kunnen we nog een shyspine te pakken krijgen. Leuk! Ja, dat was niet mijn bedoeling. Koeps, slaan! Nou, of wij springen er gewoon bovenop, dat kan natuurlijk ook. Ik ben zo blij met mijn multibounce! En kijk naar de starpoints die we krijgen. Gewoon 12 starpoints. Nice! Ik wil zeggen dat we niet echt extreem overleveld zijn. En zou ik deze starpiece nou opzettelijk vergeten? Nah. Maar volgens mij zit daar nog... Oh ja, er zit iets anders en dan moeten we weer de andere kant komen. Never mind. Koeps, spring niet in het water, want het is geen tijd om te zwemmen. Dit stuk hier! Dit kun je op 2 manieren doen. Dit kun je of met Vivian doen... Of heel goed timen met je rol. Met je wc-papierrolaanval. Ik zei dat dit kan met de wc-papierrolaanval. Want de oorspronkelijke manier is dit om dit met Vivian te doen. Maar ik vind deze manier leuker. Zie, je kunt het net halen. Dat is gewoon leuk. Oké. Okay. Volgens mij komen we hier bullet bills tegen. Ja, hier hoor ik wel bullet bills. Hier kom je bullet bills tegen. En die hebben we nog niet getaddeld. Dus laten we die maar gelijk taddelen. Ah nee, niet mist. Ik haat mist. Mist zorg ik er elke keer voor tot ik mis. Oké, nou in ieder geval tattle. Bullet bills. Dat is een bullet bill, goh. Hij wordt afgevuurd van een bill blaster. Die staat helemaal aan achterin. Die kunnen we dus op het moment niet zien. Ze hebben maar 2 aanval, maar attack is 4. En ze hebben 1 defense, dus ze zijn een beetje moeilijk om er af van te halen. Maar je wil er wel inderdaad heel erg snel voor zorgen tot je er dus, tot je ze af uitschakelt, want doe je dat niet, dan krijg je dus in één keer 4 damage. Het grappige is wel, ze kunnen maar 1 keer aanvallen en dan is het eigenlijk een beetje een self-destruct volgens mij wat ze deden. Yay! Trouwens, hebben we nog niet uitgelegd. Die roze bommen die je ziet in de audience, die zijn heel erg vervelend, want die nemen gewoon 2 plaatsen in beslag. Nee, jullie mogen die nog een keer schieten. En hier hebben we dus de andere kanon.
Nou, we kunnen al de HP zien, dus we zien eigenlijk al dat we ze heel makkelijk neer kunnen halen, want HP is 5. Maar we willen toch de teller, want ik wil niet de hele tijd die Peekaboo badge eigenlijk aan hebben staan. Het is de Billblaster, dat zeiden we al. Het enige wat die doen is, ja, ze schieten de bullet bills, ze hebben 5 HP en dus 2 defense. Dus ja, ze zijn iets moeilijker neer te halen, maar ja, onze attack power die is zo hoog, dus we hoeven ons absoluut niet druk om te maken. Yay! En we hebben alweer bijna een level omhoog, waardoor we bijna 3 star points te pakken kunnen krijgen. Nog meer yay! En muntjes die in water vallen. Niet zo yay. Ik wil koeps terug. Nou ja, we zijn al behoorlijk in het gekomen. We hebben hier weer bullet bills. Ik hoop het niet. Oh, deze sprongen die kunnen trouwens een beetje tricky zijn om overheen te springen. Want je springt echt heel erg snel in het water. Ik wil je wel een beetje vooruit kijken. Is er een secret to everybody? Nee, hier zit wel een barrel. Dus daar kunnen we nou... Ik dacht dat... Oh boy, nieuwe vijand. Maar trouwens, nee, deze hebben we volgens mij al getaddeld. Deze vijand kunnen we heel erg makkelijk met heel veel schade te krijgen. Kunnen we ze neerhalen. Namelijk, gooi er een bommetje op. Boom. Volgens mij hebben ze al getaddeld, dat weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. En als je ze dus explodeert, dan exploderen ze door. En zo haal je ze eigenlijk neer. Oké, je doet zelf wel een beetje damage, maar het is free experience eigenlijk. Doe het wel natuurlijk als je genoeg HP hebt. Dat raad ik wel aan. Goed. Onwards we go. Bubble! Of nee, dat was een ember. Iets. Eigenlijk wel grappig hoe dat het water op de achtergrond gewoon stil staat. Dat we een waterval toevallig in de achtergrond hadden. Dat moet ik wel zeggen. Ik vind het echt heel grappig hoe dat ze elke keer in de battles... In de RPG battle, omdat het, ja, het is turn-based stijl. Hoe dat je toch elke keer gewoon de achtergrond ziet waar dat je in de ruimte bent. Want vergeet niet, heel dit spel is gewoon eigenlijk één groot toneelstuk. Maar dat had je al door. Nou, we kunnen weer omhoog. Dat is heel erg mooi. Er zit hier een shine, maar die zouden we dus niet kunnen pakken tenzij dat je daarop springt. Haha. Kijk, daar is die waterval waar ik het over had. En een flying beetle! Die hebben we al een tijdje niet meer gezien. Hoi. Maar jij kan trouwens tegen explosies, dus dan is het niet echt handig om Barbary te gebruiken. En je zit vast daar, dus... Hoi. Nog een shine sprite, heel erg mooi. Weet je wat, ik ga jou gewoon negeren. Nee, ik negeer jou. This is what I do. Ignoring you. Even Barbary gebruiken, want dan kunnen we bij die switch. Een deurtje mee open. Hartstikke mooi. Oh, turn back. Oh, go no further, or you will never leave. Blijkbaar, want je was zo erg aan het spokeren, hè, tot dus de beetle ons nou lastig valt. Waar ik eigenlijk best wel problemen mee, hè, want we werken met explosions. En hoe durf jij een steen naar ons te gooien? Ga weg, jij X-Not. Oké, nou, laten we eventjes gaan jumpen. En als ik me niet vergis... Oh, we doen hem zelfs nog 1 damage ook. Als ze op de rug liggen, dan is hun defense naar 0. En kunnen we ze, als het goed is, gewoon opblazen. Yay! Vergeet niet, onze default attack is 5. Oh, en waarschijnlijk door slechte obstructies zijn er een paar mensen in het publiek dood gegaan. Oeps. Je ziet ze niet wegspringen, je zag ze gewoon echt verpletteren. Oeps. Trippelde oeps. Yes, yes. Het was een oeps. In ieder geval, we hebben een spookstem gehoord. We hebben 99 star points. Ik ga nou heel erg gemeen zijn. We krijgen meer muntjes trouwens van de Beedle. Dat vind ik eigenlijk wel... toepasselijk. Maar ik heel erg gemeen zijn. Ik denk dat ik het ook daarbij ga laten voor deze aflevering. Ik bedoel, we zijn heel erg ver gekomen. We hebben extreem veel moeten backtracken. En als ik zeg extreem veel, dan bedoel ik ook extreem veel. Niet zoveel als in part, of in chapter 4, maar toch behoorlijk veel. Dus ik ga het daarbij laten. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei! Ik vind het nog steeds zielig voor Livion.